De Sovjet-Unie had een complete tractorfabriek gekocht bij Ford. Echt alles trouwen eraan. En die hadden ze, die fabriek was geïnstalleerd, ik geloof in Kharkov. En dan is er een vrij hilarische scène. Dat, ja, daar staan al die Russische arbeiders. Die hebben echt niet de flauwste idee hoe ze dat apparaat aan de gang moeten krijgen. Dus die zullen ook wel langdurig geholpen zijn door Amerikaanse engineers. Het van Ossum, kunt u mij horen? De droneaanvallen op Moskou en het voorjaarsoffensief in Oekraïne, dat niet echt op gang lijkt te komen. Althans, dat is wat wij vanuit Nederland kunnen waarnemen. Het zijn de laatste ontwikkelingen in de oorlog in Oekraïne. En dat roept de vraag op, hoe win je eigenlijk een oorlog? Dat gaan we in deze aflevering bespreken en dat doen we naar aanleiding van het boek How the War Was Won. Een boek dat teruggrijpt op eerdere oorlogen, de Tweede Wereldoorlog namelijk. En wat in ieder geval op ons lijstje stond om nog altijd een keer te bespreken. Nou, dat had ik al, weet ik hoe lang, een belofte voordat ik ook verander in een tweede Rutte. Moet ik dat die belofte natuurlijk eindelijk gestand doen. Dat is namelijk een samenvatting van dat boek How the War Was Won. Nu realiseer ik me plotseling, goed, iedereen kan het even opzoeken. Dat ik niet meer precies weet hoe de schrijver van het boek. Ik zoek dat even op. Kunnen we dat meteen toevoegen? Hij werkt volgens mij aan de universiteit in Glasgow, ergens in Schotland. Maar goed, het is een hoogst interessant boek. Vooral natuurlijk omdat het weer een alternatieve vorm van geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog is. Nou ja, zoek het even op, dan kunnen we eraan beginnen. Dit is een beetje wat de kandidaten bij de slimste ook iedere keer ervaren. Hè? Als ze dan zeggen, wat weet u van... Ja. Dan heb ik hier een site en dan staat dus wel het boek. Maar niet de schrijver. Maar niet de schrijver. Ik zit bij de bekende webshop, bol.com. Je hebt bol.com, zeg je altijd, hè? Bol.com, ja. Even kijken. Is het Philips Spaceson O'Brien? Ja, volgens mij wel. O'Brien, dat klinkt wel bekend. Ja, daarom heb je eerder uitgesproken, ja. Dat zal het wel zijn. Maar goed, nu dit boek. Dit boek is het, hè? Ja, dat is het. Ja, ja, je hebt het plaatje, staat goed voor. O'Brien. Dat is hem, ja. Dat is het boek. Het is een enorm boek, maar als u denkt, oeh, wat een hoop bladzijden, valt erg mee. Er zit een gigantisch notenapparaat achteraan, dus het valt qua omvang. Zal het iets over de 500 pagina's zijn, schat ik. Terwijl het ziet er indrukwekkend uit. Ik heb ook alleen maar een digitale versie gelezen natuurlijk, omdat ik alleen nog maar digitale versies lees, indien enigszins mogelijk. Kijk, als je een klassieke geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog leest, dan zul je daar altijd de grote veldslagen in lezen die beslissend zijn geweest voor de afloop van die oorlog. Dat begint dan met de Engelse overwinning in El Alamein in Noord-Afrika, die overigens getalsmatig niet bijster veel voorstelde, maar dan krijg je natuurlijk de overwinningen van het Rode Leger aan het Oostfront, die zeer indrukwekkend waren en in feite natuurlijk die Duitse stormloop gestopt hebben en vervolgens de Duitsers weer teruggejaagd hebben naar Berlijn, om het maar kort door de bocht te formuleren. En dan hebben we tenslotte natuurlijk D-Day, waarbij de westelijke geallieerden op de stranden in Normandië landen. Dat zijn toch, in de klassieke beschrijving van de Tweede Wereldoorlog, zijn dat de absolute hoogtepunten. Maar de auteur zegt, ja, dat is allemaal misschien wel waar, maar in feite zijn die hoogtepunten en die nederlagen van de asmogendheden, dat zijn eigenlijk niet de kardinale draaipunten van die hele oorlog. Want die hele oorlog ging eigenlijk over heel iets anders. En dat de asmogendheden dat hebben verloren, denk dus aan met name Japan en Duitsland en een klein beetje de rechterzijde, de militaire dwerg Italië, maar dat was natuurlijk in 1943 al afgelopen. Japan en Duitsland zijn niet verslagen als gevolg van die specifieke, nu net genoemde, militaire nederlagen. Zij zijn verslagen vanwege een heel andere factor. En die factor, dat is eigenlijk dat ze simpelweg eruit geproduceerd zijn. En als je kijkt naar de productiecijfers tijdens de Tweede Wereldoorlog, dan zie je dat die, bijvoorbeeld tanks, het gaat altijd bij de Tweede Wereldoorlog gaat over tanks, slag bij koers, de grootste tankslag aller tijden. En je ziet ook vaak allemaal foto's van tanks. En de Duitsers danken hun reputatie natuurlijk ook aan die razendsnelle tankoverval op Frankrijk in 1940. En hij legt uit dat als je kijkt naar de productiecijfers,
En de kosten van die militaire productie in de Tweede Wereldoorlog zul je zien dat die tanks dat een volstrekt ondergeschikte zaak is. En dat in feite de geallieerden die oorlog uiteindelijk gewonnen hebben als gevolg van het feit dat ze hun productie volledig hebben gezet op air power en sea power. Namelijk op het bouwen van vliegtuigen en schepen. Laat ik eerst een paar getallen noemen, want dat maakt de zaken wel zo indrukwekkend natuurlijk. De Amerikanen hebben 300.000 vliegtuigen gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van allerlei soorten natuurlijk en maat, dat begrijp je. Waarvan het beroemdste voorbeeld is natuurlijk die B-24 Liberator. Waarvan ze er ruim 600 per maand bouwden. Want als je even doorrekent, betekent dat zo'n 30 per dag. Dus dat betekent uit die fabriek, die Willow Run fabriek, dat is ook heel beroemd geworden. Niet waar rolde in feite elk uur 24/7 een reusachtige bommenwerper, een B-24. Kijk maar even hoe die dingen eruit zien. Dat is natuurlijk productietechnisch een meesterstukje. Als je dat kunt, als je in feite aan de lopende band een zware bommenwerper kunt bouwen, dat is productietechnisch is dat een wonder. Waartoe de Amerikanen, want willen we dat ligt aan de Verenigde Staten, dat zal duidelijk zijn, in staat waren. Waar wij ook in Europa na de Tweede Wereldoorlog omvangrijk van geprofiteerd hebben. Omdat de Amerikanen hebben laten zien hoe je zo efficiënt mogelijk ingewikkelde, kijk eens, vogelpoep. Ja. Dat zou Bert ook van harte toejuichen, dat er plotseling heeft een vogel heel, heel vies deze Audi bepoept. Anders kunnen we het niet noemen. En voor Bert zou dat waarschijnlijk een reden zijn om hier volledig mee te stoppen, zo in een vogelpoepvrije ruimte gaan ophouden. Voor de mensen die denken, waar gaat dit over? Bert, vaste luisteraar, wordt zeer gewaardeerd Bert, maar die stuurde een klacht van, ja, kunnen jullie eens wat doen aan dat vreselijke geluid? We zitten natuurlijk in een auto en er gebeurt hier van alles om ons heen. En volgens mij kwam het 2 afleveringen geleden ter sprake in de podcast over Erdogan. Maar goed, nu even over de Amerikanen. Ja, de Amerikanen waren natuurlijk toen leidend in de wereld. Dat waren zo al een paar decennia. Als met hun productietechnologie. Want dat wordt altijd vergeten. Je kunt een enorm leuk dingetje ontwerpen. Maar ja, vervolgens moet je het nog produceren. En hoe efficiënter je dat doet, hoe beter het is. Hoe goedkoper het kan worden, enzovoort, enzovoort. Denk aan de T-Ford en uiteindelijk aan de B-24 Liberator. Overigens hebben, dat is na de oorlog. Ik loop even een heel eind op de gebeurtenissen vooruit. Na de oorlog hebben met name, gek genoeg, de verliezers van de oorlog, de Japanners en de Duitsers, die hebben laten zien dat zij het, nadat ze erover nagedacht hadden, nog veel beter konden dan de Amerikanen. Want zij zijn erin geslaagd om allerlei dingen veel sneller, goedkoper en solider te produceren dan de Amerikanen. Dus de productietechnologie is nog weer sterk vernieuwd. Vooral, de Amerikanen hebben hun leiding op dat terrein verloren ergens in de jaren 70 of zo. En de Japanners zijn eigenlijk degene die ons hebben laten zien dat ze het zelfs beter konden dan de Duitsers, productietechnisch. Want produceren, dat nogmaals, het daadwerkelijk produceren van complexe artikelen is een hele ingewikkelde aangelegenheid. Wij kijken alleen naar het artikel en niet naar in feite de productietechnologie die daarvoor in principe noodzakelijk is. Maar nu terug naar de Verenigde Staten. Ik zei al, 300.000 vliegtuigen hebben ze gebouwd en ongeveer 100.000 schepen. Ze hebben alleen al 100 vliegdekschepen gebouwd. Weliswaar niet allemaal hele grote, maar 100 vliegdekschepen hebben ze gebouwd. En in feite steekt hij ook de loftrompet over Engeland, wat in feite vrij spectaculair geproduceerd heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog. Volgens hem uiteindelijk meer dan Duitsland heeft geproduceerd, al zullen we zo erop komen waarom Duitsland, waarom die productie tenslotte toch achterblijft. En ook Japan, hij zegt dat Japan minstens evenveel militaire goederen heeft geproduceerd als de Sovjet-Unie. Maar steeds gaat het over air en sea power. Steeds als je cijfers vergelijkt over tankproductie en de kosten daarvan, en vliegtuigproductie en de kosten daarvan, dan zit tankproductie op zijn best op 10% van het totaal. En de vliegtuigproductie zit al heel gauw op tussen de 40 en de 60% van het totaal. En dan heb je natuurlijk ook nog die schepen die geproduceerd moeten worden. Denk aan het bekende Liberty schip. Waarvan ze aanvankelijk kostte ze maanden om zo'n schip te bouwen. En tenslotte konden ze een ding bouwen in 6 weken of zo.
voornamelijk door stukken elders te bouwen, daar naar de werf te transporteren en aan elkaar te lassen. Dat was wel allemaal laswerk in principe. Ja, dus dat is eigenlijk zijn hoofdthese is, kijk, die oorlog is gewonnen omdat de geallieerden zich volledig geconcentreerd hebben op air en sea power. Want uiteindelijk hebben zij die air en sea power zo gebruikt dat de vijand, in casu Japan en Duitsland, eigenlijk niet meer in staat was om te bewegen. Laten we het maar zo zeggen. Dat ze eigenlijk ze konden in een soort wurggreep genomen worden. Laten we maar met Japan beginnen. Japan had zich natuurlijk een enorm imperium veroverd na december 1941. Maar tenslotte, in de loop van de oorlog, wordt Japans mogelijkheid om dat imperium ook te gebruiken in economisch opzicht, dat wordt volledig afgeknepen door de Amerikanen. En hoe doen ze dat? Namelijk door op grote schaal duikboten in te zetten tegen die Japanse transporten. En door airpower, dus door die bijvoorbeeld tankers die met olie uit Nederlands-Indië kwamen naar Japan, om die aan te vallen. En nou, vooral als je de resultaten daarvan ziet in eind 44, begin 45, dat was een soort prijsschieten. Hè? Dat ging aan de lopende band. Japanners waren eigenlijk niet meer in staat om de grondstoffen uit hun imperium, om die ook daadwerkelijk te gebruiken in het industriële bedrijf in Japan. Overigens, ook daar werd fors gebombardeerd. Je ziet in Duitsland eigenlijk hetzelfde, dat ook de Duitsers eigenlijk langzaam als het ware gewurgd zijn. Hun productie bijvoorbeeld na een bepaald moment, die werd zodanig gebombardeerd door strategisch bombarderen van de, hoe heet het? Ik heb begrepen dat je die blikjes niet meer plat mag drukken, want dan krijg je er geen geld voor. Je hebt gelijk, er zit staatsgeld op. Ja. Oh, dat wist ik inderdaad. Ja, dat wist ik wel, maar ik wist niet. Ja, omdat we natuurlijk. Ja, hier staat inderdaad statiegeldblik. Ja. Staat erop, omdat we die blikjes natuurlijk ook eigenlijk voor ons heel voordelig waren. Ja. En nu, die kunnen we nu ook niet meer gebruiken. Ondeuken inderdaad zo. Oké. Wel nu. Een deel van het Duitse productieapparaat moest ondergronds. En natuurlijk wat enorm effectief werkte, de Duitsers maakten van steenkool, maakten ze benzine. En Duitsland heeft altijd geworsteld met een enorm gebrek aan brandstof. En je had natuurlijk die olievelden in Roemenië, in Ploesti en zo. Dat is ook de reden dat de Duitsers natuurlijk helemaal daar naar die Caucasus aanvallen in 1942. Wat overigens verder niks heeft opgeleverd, omdat Russen de boel gewoon in de fik hadden gestoken. Duitsland had eigenlijk een veel te geringe aanbod van fossiele brandstof. Maar ja, sowieso was alleen fossiele brandstof toen ter beschikking. Zie, nu begin ik al een onderscheid te maken wat er toen helemaal niet was. De Duitsers leiden een aanzienlijk gebrek. Zowel voor de Japanners als voor de Duitsers geldt dat hun industrie vaak nog fors bleef doorproduceren, maar dat het heel moeilijk bleek om datgene wat geproduceerd was ook naar het gevechtsterrein te krijgen. Dat vaak de helft van alles wat er geproduceerd werd al uitgeschakeld werd door air and sea power van de geallieerden, voordat het überhaupt gebruikt kon worden in het gevecht. De Japanners moesten natuurlijk met vliegtuigen, moesten naar al die eilanden die de Amerikanen aanvielen in de Pacific. Maar de helft van die vliegtuigen is nooit aangekomen. Bijvoorbeeld het meest technologisch, het meest fantastische vliegtuig van de Tweede... Nou, moet ook niet, misschien niet overdrijven, maar een van de allerinteressantste toestellen in de Tweede Wereldoorlog was de Messerschmitt 262. Dat was de eerste effectieve straaljager. Engelsen hadden ook zo'n ding gebouwd, de Gloster Meteor. Die is van iets later, maar die Messerschmitt was veruit superieur. Van die Messerschmitt hebben de Duitsers er 1400 gebouwd. Het plan was overigens tot mijn verbazing al van 39. Ze hebben er 1400 gebouwd. Daarvan zijn de helft is maar aangekomen daar waar die in het gevecht kon. Daar bleek die bovendien vaak slordig in elkaar te zijn gezet, dus daar vertoonden die weer allerlei problemen. Dus een op zichzelf superieur wapen, namelijk die eerste Duitse straaljager. Zoek hem even op, dames en heren.
Zoek hem even op. Nou, de dames zijn waarschijnlijk minder geïnteresseerd dan de heren. Dat is meestal zo bij dit soort van dingen. Het was eigenlijk een fantastisch ding. Anders kun je het niet zeggen. Maar goed, slechts de helft van de productie is ooit gebruikt daar waar die voor gebruikt moest worden. En zo geldt dat steeds voor alle mogelijke onderdelen. Hij zegt ook, kijk nou eens naar die slag bij Koersk, de grootste tankslag uit de menselijke geschiedenis. Hoeveel tanks zijn daar verloren gegaan aan Russische, maar goed, aan de Duitse kant dan, ik denk 900 of zo. Ik ben er precies, maar goed, iets in die geest in ieder geval. En dan zegt hij, ja kijk, productietechnisch stelt dat helemaal niet veel voor. Ze hadden in no time hadden ze die tanks gebouwd. Heel interessant is ook wel, zegt hij, ja, er wordt altijd gezegd, die Amerikaanse tanks, met name de Sherman, niet zoveel voorstelde in relatie tot de Duitse tanks. Dat is voorkomen juist. De Sherman was outgunned, zo dat heet. De Duitsers hadden zwaardere kanons op hun tanks. En die Duitse tanks waren ook in andere opzichten veel beter. Maar dan konden de Amerikanen helemaal niet veel schelen. Ze hadden zelfs een heel goed tankontwerp. Dat was pas klaar eigenlijk voor productie toen de oorlog al zo'n beetje over was. Want de Amerikanen vertrouwden op airpower. Dat wil zeggen luchtsteun voor hun troepen. Die in allerlei opzichten veel effectiever was dan andere vormen van apparatuur. En hij geeft als voorbeeld het Ardennenoffensief. Laatste grote Duitse offensief. Hij is hopeloos vastgelopen op zichzelf. Aanvankelijk zijn de Duitsers succesvol in dat Ardennenoffensief. Waarom? Omdat Amerika zijn airpower niet kon gebruiken. Het was slecht weer. Het hele succes van het Ardennenoffensief was afhankelijk van slecht weer. Want bij slecht weer kon de Engels, voor dat kon de Amerikaanse luchtmacht in feite geen luchtsteun aan de eigen troepen. En dan klaart het weer op na een weekje. Denk aan, die vogels die, ik weet niet, ik heb nou het gevoel, die vogels in opdracht van Bert werken. Hè? Weer een kwakjager. Ja. Een soort van schilderij op het voorraam. Ja, het ziet er werkelijk heel droevig uit. Het zijn net dode wormen of zo. Waarschijnlijk zijn het eigenlijk dode wormen, zou je kunnen zeggen. Ja, dus, en dan het weer klaart op en dan is het ook meteen klaar. Want dan gaan die al die Amerikaanse toestellen, die gaan in aanval. En de Amerikanen hadden zo ontzettend veel vliegtuigen, dat was altijd in feite beslissend. Als je kijkt naar die delen, daar waren in totaal, dat zijn natuurlijk alle westelijke geallieerden bij elkaar, maar toch, daar hadden de westelijke geallieerden de beschikking over een kleine 12.000 vliegtuigen. In die zin waren de Duitsers kansloos. Ook het strategisch bombarderen, wat natuurlijk ook, hè, want dat zijn al die bommenwerpers die de Engelsen en de Amerikanen gebouwd hebben. Ook het strategisch bombarderen was belangrijk. Hitler vond het namelijk een ramp dat Duitsland gebombardeerd werd. En die heeft een deel van de Luftwaffe heeft die laten terugkomen naar Duitsland om in feite die Amerikaanse en Engelse bommenwerpers daarmee te bestrijden. Maar dat betekende dat bijvoorbeeld de Duitse Weermacht aan het oostfront een groot deel van zijn luchtsteun kwijtraakte. Met enorm nadelige gevolgen voor de strijd aan het oostfront. Dus als we dat nu allemaal bij elkaar optellen, dan zien we dus dat eigenlijk dat zowel Japan als Duitsland, ik sla Italië voor het gemak even over, omdat het in 1943 eigenlijk al sneuvelt als belligerent. Duitsland en Japan zijn eigenlijk verwurgd door het feit dat de Amerikanen, in het bijzonder natuurlijk wel de Amerikanen, maar ook wel een beetje de Engelsen, erin geslaagd zijn om gigantische hoeveelheden schepen en vliegtuigen te bouwen. En die zijn volgens hem, volgens de auteur, uiteindelijk beslist geweest. Ik geloof dat is de slotzin van het boek waar hij ook zegt van kijk, de Japanners die konden geen kant meer op. Wat ze ook deden, ze werden altijd gebombardeerd, tot zinken gebracht en gaan ze maar door. En tot op zekere hoogte ook de Duitsers. Hij zegt ook, kijk je naar de grondstoffen en wat ze nog hadden aan legers, dan kun je zien dat Japan en Duitsland ook nog in de loop van 1943 beschikten over zeer omvangrijke mogelijkheden. Alleen de Engelsen en Amerikanen waren in staat om hen zodanig aan te pakken dat ze die mogelijkheden niet langer konden gebruiken. En zodoende uiteindelijk de oorlog hebben verloren.
De Duitse oorlogsproductie bereikt zijn hoogtepunt in de late zomer van 1944. Maar dat klinkt verschrikkelijk natuurlijk. Maar ongeveer de helft van de productie bereikte nooit het gevechtsterrein. Dus het klinkt heel dramatisch, maar het was eigenlijk voor de westelijke geallieerden niet zo dramatisch. Kortom, het boek gaat over air en sea power. En natuurlijk als je 300.000 vliegtuigen kunt bouwen. Want de Amerikanen begonnen natuurlijk pas met de mobilisatie van hun economie in de loop van 1942. Pearl Harbor is van 7 december 1941. En dat, nou ja, het is fantastisch wat ze tot stand hebben gebracht. Je vraagt je altijd af, zou het nog kunnen? Omdat natuurlijk veel productie van industriële goederen is uit Amerika verdwenen in die, laten we zeggen, mondialisering van het menselijk productieapparaat. En je denkt, nou ja, zo'n Willow Run, of dat nog bedrijf is later gekocht door een of andere industriële instantie, maar ik ben vergeten wat. Jij zei ook van, ze zijn na de oorlog naar Europa gekomen om uit te leggen, kijk, zo produceren wij zo efficiënt. Ja, wij hebben op zichzelf, en dat hebben ze vrijwel bewust ook gedaan, overigens was er in Europa natuurlijk ook wel een enorme belangstelling voor, hoe je die productie zo efficiënt mogelijk moest organiseren. En ik heb wel eens gelezen een boek over de Europese economie na de Tweede Wereldoorlog, dat eigenlijk tot en met het eind van de jaren 60 wij gewoon niet veel anders hebben gedaan dan Amerikaanse technologie gebruiken voor de opbouw van een modern productieapparaat. En dat pas daarna eigenlijk wij gedwongen zijn om laten we zeggen, ook zelf initiatief te nemen en zelf tot modernisering, ja, verdere modernisering van het productieapparaat te raken. Wat je ook in, kijk, zou maar zeggen, de staalindustrie is niet vernieuwd door de Amerikanen. Die hebben eigenlijk veel te lang op hun luie reet gezeten, om het maar even zo te zeggen. Maar door de Japanners. De Japanners hebben eigenlijk de hele staalindustrie ingrijpend gemoderniseerd. Met name doordat met die ontzettend veel van die, hoe heet dat nou, ijzerresten, om dat te gebruiken. Door elektrische warmte op te wekken. Nou ja, het we kunnen het wel eens uitleggen hoe het precies zit, maar het zijn dus niet de Amerikanen. Dus toen de Chinezen bijvoorbeeld begonnen aan de snelle opbouw van een nieuwe staalindustrie, kochten ze complete staalfabrieken in Japan. Japan heeft daar bij China ook een belangrijke... Ja, ik moet zeggen dat de Chinezen weinig dankbaarheid hebben getoond aan diegenen die hen substantieel geholpen hebben bij hun industrialisatieproces. We hebben het al eerder gehad natuurlijk over Taiwan en over Hongkong en ook de Japanners, geloof ik, zijn daar niet populair. Nee, schrijft O'Brien ook wat de Amerikanen toen hebben uitgelegd aan de Europeanen, hoe ze dat deden. Hoe konden ze zo efficiënt werken? Dat is uiteindelijk gewoon het vergaand ontwikkelen van het lopende bandtechniek. Hoe dat nou precies, ook als je naar die productiecijfers kijkt van de Duitse auto-industrie in de jaren 30... Dan ben je daar niet van onder de indruk. Dat maakt dan een ouderwetse indruk van, ja, mannen met olie aan de vingers die met zijn moersleutel rondwandelen. Nou, ik schets het nu misschien wel erg primitief. Want als natuurlijk de Duitsers besluiten in de jaren 30 om een volksautootje te bouwen in casu de Volkswagen, waar komen de machines vandaan? Ferdinand Porsche, de ontwerper van de Volkswagen, althans de leider van de ontwerpers van de Volkswagen, die er vertrekt naar Amerika en die koopt daar een gigantisch machinepark. Dus in Wolfsburg wordt een nieuwe fabriek gebouwd die volledig bestond uit Amerikaanse machines. Sterker nog, hij besefte wel, Porsche, dat hij in Duitsland geen personeel zou kunnen vinden om die fantastisch nieuwe fabriek, om die ook te runnen. Dat is toch wel heel interessant. Geestig verhaal over de Sovjet-Unie op dit punt. Want hij werft in Amerika Duitsers die naar Amerika waren geëmigreerd, of ze niet tegen forse betaling terug wouden komen, om de Duitsers te helpen, moet je voorstellen, om de Duitsers te helpen om die hypermoderne autofabriek draaiende te krijgen en te houden. Nou ja, uiteindelijk is dat ook uitgebreid gelukt natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog. Ja, de Sovjet-Unie had een complete tractorfabriek gekocht bij Ford. Echt alles trouwen eraan. En die fabriek was geïnstalleerd, ik geloof in Kharkov.
En dan is er een vrij hilarische scène. Dat ja, daar staan al die Russische arbeiders. Die hebben echt niet de flauwste idee hoe ze dat apparaat aan de gang moeten krijgen. Dus die zullen ook wel langdurig geholpen zijn door Amerikaanse engineers. Die tenslotte daar waarschijnlijk zijn besteld om de fabriek aan het draaien te krijgen. Diezelfde fabriek die later natuurlijk de Russische tanks bouwt. En dat R&C power, hè, wat dus de conclusie is van het boek, of in ieder geval de dominante factor. Is dat ook een les die je nu in andere oorlogen nog terugziet? Bijvoorbeeld in Oekraïne? Ja, daar heb ik natuurlijk ook wel over na zitten denken. In hoeverre dat nou bijvoorbeeld relevant. Mijn indruk is dat met name luchtsteun voor de troepen, dat in de Oekraïne geen erg belangrijke rol speelt. Je zou verwachten dat zeker Rusland zijn luchtsteun volledig op orde heeft. Maar dat is niet, voor zover ik er iets over heb gelezen, was dat niet het geval. En idem dito, ook de luchtmacht van de Oekraïne, was volgens mij ook betrekkelijk krakkemikker. Vandaar dat ze niet waar zo gebrand waren op de levering van die F-16. Een toestel overigens wat ondertussen ook al qua ontwerp 30 jaar oud is of ja, zo. Ja, dat zei de vorige keer, ja. Dat is echt een bejaard toestel. En drones, schaaien die ook onder airpower? Ja, die bestonden natuurlijk nog totaal niet. Er waren geen drones. Nee, maar toen. Nu zeg maar, is dat... Ja, dat is wel een soort airpower zonder meer. Want we hebben nu op Kiev die aanval gehad, hè, van zeker, de Russen. Zeker, natuurlijk ook de drones en met name de cruise missiles. Dat idee, of het hele complex van drones en cruise missiles. Ja, dat is iets nieuws. Dat speelt in de Tweede Wereldoorlog geen rol. Maar tot mijn verbazing is mijn indruk, maar ik hoop dat misschien dat die generaals die daar hier ook naar luisteren, daar ons over kunnen informeren. Dat zoals dat in de Tweede Wereldoorlog het geval was, dat je die luchtmacht, die Amerikaanse luchtmacht, eigenlijk overal beslissend aanwezig kon zijn. Ook door de enorme aantallen waarin zij vliegtuigen hadden geproduceerd. Dat in de Oekraïne niet zo'n belangrijke rol heeft gespeeld. En sea power in het zuiden van het land? Nou, helemaal niet dus. Wel, ze zijn er wel in geslaagd. We weten nog steeds niet precies om die Russische kruiser tot zinken te brengen. Wat natuurlijk al een fantastisch staaltje was. Dat ze daarin geslaagd zijn. Wat wel te denken geeft over de defensie van die hypermoderne Russische kruiser. Hij kan zijn Skodaatje er niet in krijgen. Maar goed. Je hebt wel toch de indruk dat natuurlijk afhankelijk van de omstandigheden en het apparaat waarover men beschikt, elke oorlog weer zijn eigen beeld vertoont. En dat in dat opzicht de oorlog nu in de Oekraïne niet direct te vergelijken is met, laten we zeggen, de enorme superioriteit van de Amerikaanse luchtsteun in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Laat staan dat er strategisch gebombardeerd zou worden. Voor zover er strategisch gebombardeerd wordt, zijn dat die cruise missiles. Dat wordt niet door bommenwerpers gedaan, maar door cruise missiles. Ja. En die worden, begrijp als ik het ook, ja, ik ben ook maar krantenlezer op dit punt. Die worden nou, vrij succesvol neergeschoten door de Oekraïnse luchtafweer. Ja. En die fascinerende productiecijfers, hè, zijn die ooit nog geëvenaard? We hebben natuurlijk daarna nooit meer zo'n grote oorlog gehad. Nee, die zijn volgens mij nooit meer geëvenaard. Als je bijvoorbeeld kijkt naar. Ze hebben in de loop van de oorlog hebben ze de Amerikanen een nieuwe grote bommenwerper ontwikkeld, de B-29. Ze zijn natuurlijk begonnen met de B-17 en zo, en de B-24, maar dan komt de B-29. Dat was het duurste industriële project wat ooit is ondernomen. De B-29 was ook duurder dan de ontwikkeling van de atoombom. Ja. Dat was duurder dan het Manhattan-project. Die B-29 had weer het voordeel dat hij een enorme actieradius had. Maar ja, ik had de indruk dat het wel heel erg duur was uitgevallen, omdat in de oorlog natuurlijk alles kon. En je kreeg overal wat toestemming voor. Wat natuurlijk overigens zelf nog wel interessant is in het boek, is natuurlijk het hele probleem waar de Amerikanen voor stonden. En deels de Engelsen, maar in veel mindere mate. Namelijk, waar leggen we de nadruk op in de strijd tegen de asmogendheden? Namelijk leggen we de nadruk op de strijd tegen Japan of tegen Duitsland. Vrij snel is besloten om de nadruk te leggen op de strijd tegen Duitsland. Maar ook in de oorlog zie je toch dat ook vaak een enorme hoeveelheden materieel naar de oorlog in de Pacific gaan. Vooral natuurlijk omdat schepen,
En met name ook vliegtuigschepen daar zo'n cruciale rol speelden. En natuurlijk ook die aanvallen op dat zeg maar het imperiale apparaat van Japan. Dat natuurlijk ook voor een gedeelte ging met vliegtuigen. Het interessante is nog wel dat, dat wordt vrij omvangrijk beschreven ook, dat de keuze in Europa ook was, waar gaan we eigenlijk precies die Duitsers maximaal aanpakken? Gaan we dat bijvoorbeeld doen volgens de route die aanvankelijk wordt gevolgd, namelijk Noord-Afrika 42, Sicilië 43, Italië 43, nou ja, dat loopt eigenlijk vast daar in Italië, dat loopt bepaald niet goed. Hoe kwam het dat ze daar toch vrij lang mee door zijn gegaan? Churchill was daar een groot voorstander van. Churchill voelde niets voor een landing in Normandië. Churchill was toch sterk beïnvloed door de ervaring in de Eerste Wereldoorlog. Churchill was er sterk op gericht om niet meer die enorme aantallen gesneuvelden te krijgen die hij zich natuurlijk herinnerde uit de Eerste Wereldoorlog. Dus hij was ervoor om zoveel mogelijk militaire apparatuur te gebruiken en bovendien liefst via een soort oostelijke route Duitsland aan te vallen. En de Amerikanen zijn daar een tijdje mee meegegaan, maar die hebben tenslotte gezegd, dat gaan we absoluut niet doen. We gaan landen in Noord-Frankrijk, maar daar heeft Churchill zich zo lang mogelijk tegen verzet. Hij was heel bang dat het fout zou lopen. Dat ze, laten we zeggen, niet de slagkracht zouden hebben die daadwerkelijk, en tenslotte, ja, dat duurt aanvankelijk natuurlijk nog wel een paar weken voordat ze uit het bruggenhoofd losbreken en dan richting Duitsland gaan, dat dan wel. Dus Churchill dacht eigenlijk vrij fundamenteel anders over het verloop van de Tweede Wereldoorlog dan de Amerikanen, maar had natuurlijk na een bepaald punt niets meer te vertellen, omdat de spullen werden grotendeels door de Amerikanen geleverd. En ook interessante cijfers, als de oorlog is afgelopen, dan staan er, ik noem maar wat, 6 miljoen Amerikaanse soldaten in Europa, geloof ik. Maar er zijn er nog in Amerika 2,5 miljoen die gewoon daar gebleven zijn, zal ik maar zeggen. Amerika is toch wel in allerlei opzichten de gigant van de Tweede Wereldoorlog. Zij natuurlijk dat ook de Russen daar een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd. Maar hij was, de schrijvers, bepaald niet onder de indruk van de Russische luchtmacht. Hele matige vliegtuigen, dat stelde allemaal niet zo verschrikkelijk veel voor. De teneur is eigenlijk, waarom had Churchill een zo andere kijk op wat er gebeuren moest, dat hij toch primair dacht aan de continuering van het empire. En vandaar ook dat voor hem de Middellandse Zee natuurlijk veel interessanter was dan die voor de Amerikanen. De Amerikanen wilden tenslotte gewoon regelrecht richting Duitsland. En de Margraten zijn die militaire slachtoffers weer herdacht, ja, hè, recent. Ja, nou ja, goed, ook de Amerikanen hebben natuurlijk aanzienlijk aan hoeveelheden mensen verloren, maar ik geloof dat in de hele Tweede Wereldoorlog de Amerikanen 400.000 man hebben verloren. Als je dat natuurlijk vergelijkt met de Duitsers of met de Russen, Engeland heeft ook niet veel mensen, als je het vergelijkt met de Eerste Wereldoorlog, ook niet veel mensen verloren in de Tweede Wereldoorlog. Ja, altijd nog wel veel, hè, dat wel. Maar als je dus die verschrikkelijke cijfers uit de Eerste Wereldoorlog, dat zie je aan westelijke geallieerde kant, niet in de Tweede Wereldoorlog. Wel aan het Oostfront. En waar heeft dat mee te maken, denk je? Wat is de belangrijkste oorzaak? Nou, bij het Oostfront is het natuurlijk zo dat de Russen eigenlijk altijd gevochten hebben met totale, moet ik dat zeggen, minachting voor het lot van hun soldaten. En hoe kwam dat dan tot uiting? Door aanvallen, wat je nu ook leest over de Oekraïne. Door aanvallen uit te voeren, eigenlijk gewoon een soort van massale stormloop. Ondoordacht. En dan maar eens te kijken wat er gebeurt. Dat, we proberen wat. Ja, er was ook iemand die heeft het vergeleken met het. De vraag was natuurlijk, is dat nou een soort traditie? Was dat de schuld van de Bolsjewieken dat zo ging? Nee. Het blijkt eigenlijk ook, als je kijkt naar het tsaristische Russische leger, dan blijkt eigenlijk precies hetzelfde. Volstrekte desinteresse in het lot van de individuele soldaat. Terwijl je weet dat de Amerikanen altijd primair geïnteresseerd waren in zo weinig mogelijk dodelijke slachtoffers. We had to destroy the village to free it. Liberate it. Dus het is de strategie, maar is er ook nog een link tussen materieel en aantal slachtoffers? Dat
denk ik wel, omdat natuurlijk de Russen ook materieel overigens sterk afhankelijk waren in allerlei opzichten van de Amerikanen. De Russen hebben wel vrij veel vliegtuigen gebouwd, maar volgens het schrijven van het boek waren die nou niet zo bijster effectief. Of zijn ze misschien niet effectief gebruikt. Maar bijvoorbeeld al het aluminium wat daarvoor nodig is, vliegtuigen bestaan uit aluminium. Dat is ook wel interessant dat je ook al die cijfers krijgt over de aluminiumproductie en wat daar precies mee gebeurde. Maar bijvoorbeeld de Russen hadden dringend aluminium nodig. Daar hadden zij veel te weinig van. Dat kregen ze van de Amerikanen. Ik ben nou, doe het even uit het hoofd, maar ik geloof dat de Amerikanen 75.000 ton aluminium naar de Sovjet-Unie hebben gebracht tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Sovjet-Unie heeft toch wel aanzienlijk geprofiteerd ook van Amerikaans materiaal. Jeeps en dat soort van dingen. O'Brien dus. How the war was won. Ja, wat toch een totaal ander beeld geeft. Waar je ziet dat eigenlijk de Tweede Wereldoorlog een productieslag geweest is. En de productieslag is, zoals we weten, gewonnen door het Westen. In het bijzonder door de Amerikanen natuurlijk. Maar de Engelsen hebben een wezenlijke bijdrage geleverd. Dat staat als een paal boven water. En die hebben er eigenlijk voor gezorgd dat de militaire apparaten van de Japanners en de Duitsers eigenlijk gedwongen tot stilstand kwamen. Niet effectief meer gebruikt konden worden. We kijken naar wat vragen die hier binnen zijn gekomen. Maarten, wat vind je van van de kapsalon? En dan bedoelt hij dus niet de kapsalon waar je je haar laat knippen, maar het gerechte kapsalon. Ik heb het dan niet over de smaak. Ik ben wel benieuwd wat je van de inhoud vindt, namelijk kebab uit de Turkse keuken, sambal uit de Indonesische keuken en salade met friet uit de Europese keuken. Is dit een voorbeeld van dat integratie werkt? Nou, dat zou je kunnen zeggen, ja. Ik ben blij dat ik het niet hoef op te eten. Maar het staat iedereen vrij om deze onbeschrijfelijk smerige maaltijd tot zich te nemen. Is volgens mij in Rotterdam inderdaad is het heel... Een kapsalon, dat wel. En onder studenten natuurlijk die na een avond stappen nog even een kapsalon... Even een kapsalon. Volgens mij heb je dan alle calorieën voor de dag in één keer met één gerecht ingenomen. Ik ben overigens helemaal niet tegen friet, zoals algemeen bekend is, maar wel graag kleine friet, hele warme friet en friet die naar aardappelen smaakt. Heb je dan ook friet die naar andere dingen smaakt? Ja, tegenwoordig wordt overal smaak aan toegevoegd. Ja, dat is een gruwelijke ontwikkeling. Denk aan die Theo. Dat je er 33, krijgen ze een enorme doos aangeboden. Theedoos. Waar 33 verschillende soorten thee in zitten. Ja. Terwijl ik vind maar twee soorten thee lekker. Namelijk of Earl Grey of English Breakfast Tea. De hele rest dat kunnen ze wat mij betreft door de wc trekken. Dit is Teun. Hallo Maarten. Ik heb gisteren genoten van de voorstellingen in Purmerend. Maar was het niet mogelijk om wat tijd te rekken? Het duurde 2 uur, maar ik zou er gemakkelijk nog 2 uur langer naar kunnen luisteren. Zegt Teun. Ja, Teun, dat zou de spreker zelf en namelijk ik, dat zou hij dat ook heel leuk hebben gevonden. Nee, de prater, hè? Ja. Oh, dus, je zei spreker. Prater, ja. Nee, ik ben geen spreker, ik ben een prater. Ja. Zonder meer. Maar ja, dan begint toch het personeel van het theater vaak te fronsen. Ik rek het soms tot 2,5 uur. Dat is al een uur meer dan normaal is voor een theatervoorstelling. Dus ja, 4 uur, dat begint wel erg laat te worden. Ja, mij is het bewust 2 uur, maar dan staat iemand in de coulissen te zwaaien van je moet nu stoppen, hè? Ja, ik heb wel eens gehad, ja, dat was een mini-dramaatje. Namelijk, er stond iemand in de coulissen met een bosje bloemen en oh ja, in plaats dat ik onmiddellijk begreep waar het om ging, namelijk dat het een signaal werd gegeven dat ik op moest houden, dacht ik wat eigenaardig, waarom staat dat meisje toch met die bloemen daar? Ja. Dus ik weet niet, ze heeft er al een half uur gestaan of zo. Dat is wel een beetje onaardig voor mij eigenlijk. Oké, maar 2 uur is dus wel de max voor voorstellingen. Ja, 2,5 uur is wel, verder kom ik meestal niet. Oké. Hallo Maarten, ik hoorde je zeggen de Partij voor de Zielige Diertjes. Je doet de partij enorm tekort. Het is een hele oude, kortzichtige visie van vooral oude mannen die het helemaal niet begrijpen. Ik had toch meer inzicht van je verwacht. Begrijp ik niet waar dit over gaat. Ja, we hebben het over de Partij voor de Dieren gehad. Dan heb je eigenlijk Partij voor de Zielige Diertjes. Dit is Evert Verbeek uit oorspronkelijk Leiden, maar nu woonachtig in Appingedam. Appingedam, ja. Zal ik daarvan zeggen? Dan begin ik weer over mijn bezwaren bij al die linkse partijtjes.
Wat hebben we in godsnaam aan al die linkse partijtjes? Ja, als die nou al ze begonnen met een weet ik veel, een lijstverbinding of zo. Maar hoe SP, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Volt, Partij voor de Dieren, allemaal. Allemaal politiek van het kleine verschil. Ze groeien wel best, hè? De club van Esther Hamel, ja, als je ze bekijkt. Ja, omdat het escapisme is. Er zijn allemaal mensen die eigenlijk niet weten waar ze op moeten stemmen. Het was sympathiek voor de varkens, dan stemmen ze op de Dierenpartij. Nogmaals, ik zou graag wat meer in onderlinge linkse samenwerking zien. Oké, maar wil je je woorden terugnemen of blijf je erbij? Waarom zou ik mijn woorden terugnemen? Nou, dat vraagt deze briefschrijver. Ik vind sowieso de volstrekte desorganisatie van Links Nederland, dat vind ik door en door betreurenswaardig. En bovendien getuige van een soort autistische visie. He, dat alleen je eigen ideeën over links, dat die ja, dat die juist zijn. Er zijn allerlei verschillende ideeën die in combinatie eventueel een aanzienlijke linkse invloed mogelijk zouden maken. Maar niet op deze manier. Oké, okay, nou, de rest van de vragen doen we wel in de volgende aflevering. How the War Was Won, dat bespraken we in deze aflevering als hoofdthema. Wil je nou meer weten over oorlogen en de achtergronden daarvan? Dan raad ik van harte de luisterboeken aan. We hebben een paar luisterboeken over oorlogen samengevat in de show notes. Dus als je even naar beneden scrolt, dan vind je die daarvan zelf. En dan vind je ook de link naar de Telegram groep waar je door kunt praten over de onderwerpen uit deze podcast. Volgende aflevering gaan we trouwens weer een boek doen, namelijk het nieuwe boek van Cenk Willink bespreken wij dan. En Cenk is een beetje boos, want hij zegt, ja, ik geef allemaal goede adviezen, maar er wordt helemaal geen reet mee gedaan. Dus dat in de volgende aflevering. Als je die niet wil missen, abonneer je dan nu op deze podcast, want dan zie je die aflevering vanzelf in je feed verschijnen. Plotseling heeft een vogel heel vies deze Audi bepoept. Anders kunnen we het niet noemen. Heb je de live podcast over de oorlog in Oekraïne gemist? Vervolgens word je eigenlijk uitgemaakt voor een randdebiel die niet wist wat er aan de hand was. En dat vond ik zeker in het geval natuurlijk van Arend-Jan wel heel vreemd. Aangezien hij vrijwel nooit gelijk gehad heeft. De live podcast is nu terug te luisteren als luisterboek. Tegelijkertijd hoef je dan weer niet meteen... niet waar sidderend wakker te schudden, omdat je ook hebt gehoord dat het Russische leger geen kloot voorstelt en ook moeite zou hebben met Litouwen te bezetten. Geniet ruim 2 uur lang van Maarten van Rossum op ouderwets studium generale niveau. De link naar het luisterboek staat in de show notes. En wil je nog een podcast luisteren? Luister dan nu naar Sea Level met Wouter Kolk, de baas van Ahold Delhaize. Hij vertelt hoe de supermarkt van de toekomst eruit ziet. Welke invloed heeft AI bijvoorbeeld in die supermarkt? Dat hoor je nu in Sea Level. De link staat in de show notes.